Vandaag zijn we op de Beatrixschool en we hebben hier het cultuur-educatieproject Huizen is waar ik woon. 2 weken lang ondergedompeld in het huizer, het dialect, alle huizen, tradities. Hoe zijn de huizen gebouwd hier in Huizen? Bezoeken aan de Stichting Huizen Botters en ook aan het Huizer Museum. En nog veel meer. In de school staat bol van alles wat met huizen te maken heeft. De kinderen leren er heel veel van. Dat is ook in samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie. In opdracht van de gemeente Huizen voer ik het project uit voor de bibliotheek. Nou, mijn schoonmoeder heet Rut en van haar is dat pak. Nou, bij dit project spelen zij een hele belangrijke rol, omdat zij eigenlijk de hoeksteen zijn van het project Huizers. Zoals Annette Rebel en Klaas Schippers. Daar kun je het eigenlijk niet zonder mee, omdat zij bijvoorbeeld het dialect spreken. Hè? We hebben hier in Huizen een historische kring. En zij zijn heb ik bereid gevonden om de kinderen het Huizers bij te brengen. Dus op een hele enthousiaste manier vertellen zij door middel van toneelstukjes het praten over vroeger, de locatie, de plek waar deze school staat, wat was hier vroeger. En daar betrekken ze de kinderen bij en dan doen ze hele leuke opdrachtjes mee in het Huizers. Ja, het is denk ik wel heel goed als jongeren weten hoe hun verleden is, wat hun verleden is, het dorp waarin ze wonen. En er is een hele mooie spreuk voor, of een gezegde, waarin gezegd wordt, en dan moet ik even goed denken, als je weet waar je naartoe gaat, als je weet waar je naartoe wilt, moet je ook weten waar je vandaan komt. Ik ben bezig met het maken, meehelpen met het maken van het woordenboek, huizenwoordenboek. Heel veel die weten amper dat huis een eigen dialect heeft. En hier horen ze dus dat het inderdaad zo is en hoe het klinkt. Spreken dat zal van de nooit voorkomen, ben ik bang, maar je weet maar nooit. Spreek jij Huizers? Nou, nee, maar mijn ouders doen dat wel. Ze kunnen het heel goed en ze hebben het me een klein stukje geleerd. Nou ja, ik praat het nog met mijn zussen. Ja, ik ook. Als ik Klaas tegenkom. Mijn familie, met buren, iedereen die Huizers praat, kun je nog Huizers mee praten. Maar ja, worden er steeds minder.